Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag maandag 19 juli. Vandaag in het journaal. Ex-president Bouterse en echtgenote en ex-parlementsvoorzitter Jenny Simons laten zich vaccineren met het Sinopharm vaccin. Suriname ontvangt veldhospitaal van de Amerikaanse overheid. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken kondigt total lockdown aan. Suriname bevindt zich nog steeds in de derde golf en wordt code paars nog gehandhaafd. Afgelopen vrijdag mocht Suriname een veldhospitaal in ontvangst nemen op de Johan Adolf Penge luchthaven. Het gaat in deze om een geste welke gedaan is door de Amerikaanse regering. Vanwege het feit dat wij tegen een COVID-ramp aankijken, is deze geste tot stand gekomen. Maar ook al zijn we uit de COVID-ramp, kan dit veldhospitaal voor elke andere ramp die zich zou kunnen voordoen worden ingezet. In een telefonisch onderhoud geeft de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadar Sukul, ons meer informatie omtrent dit veldhospitaal. Dit is een geste van de Amerikaanse regering aan Suriname. En we kunnen het veldhospitaal altijd gebruiken voor any ramp dat zich in Suriname zich voordoet. En we zijn in aanmerking gekomen omdat we tegen een COVID-ramp aankeken. Een maand geleden waren we echt in de piek, waarbij we gemiddeld 270 nieuwe gevallen per dag aan COVID geïnfecteerden hadden. En dat heeft ertoe geresulteerd dat onze ziekenhuizen vol waren van ziekenhuisopnames en ook ons IC was overvol. U kent de tijd wel. Dus het wordt, dit hospitaal kan ingezet worden voor any soort ramp in de toekomst voor Suriname. En voor nu was het bedoeld om ons COVID-ramp te ondersteunen. Gelukkig zijn we nu in een situatie waarbij we rond de 130 nieuwe gevallen, ietsje beneden de 130 nieuwe gevallen per dag gemiddeld hebben. Waardoor de urgentie van dit veldhospitaal wat minder is. Wat betreft het ziekenhuisgedeelte, of dat je mensen kan opvangen daar voor behandeling, is er minimaal 20 plekken. En voor een wat intensievere behandeling zou dat minimaal 8 plekken zijn. En met alle stakeholders gaan we uiteraard kijken hoe we deze geste optimaal kunnen gebruiken. Voor nu en in de toekomst. Ex-president Desi Bouterse, zijn echtgenote Ingrid, maar ook oud-DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons zijn zaterdag met het Sinopharm-vaccin ingeënt. En wel tegen het coronavirus. Oseer, partijcentrum van de NDP, was zaterdag ingericht als vaccinatiepunt. Bouterse zegt dat hij gekozen heeft voor Sinopharm op advies van zijn medisch team. Ook aan het COVID-19-journaal geeft de ex-president aan hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren. Nou kijk, de wereld, de gezondheidssituatie is inderdaad drastisch aan het veranderen. En we moeten afgaan op de deskundigen. Ik ben in ieder geval blij dat veel meer mensen bewust worden dat het wel nodig is om je aan rechten en regels te houden. Uiteraard blijft het de individuele besluit, maar ik dacht dat na besturing van het geheel, want ik begrijp, iedereen is een beetje huiverig,
vanwege vooral de internationale berichten die zeer, zeer verwarrend zijn ten aanzien van de aanmaak, ten aanzien van de duur, ten aanzien van de percentages en dergelijke. Waardoor, ja, of er nou professoren zijn, doktoren zijn, of het nou Nobelprijswinnaars zijn. Je hebt altijd dat er contradicties zijn en dat brengt de burger in verwarring. En natuurlijk is het ook belangrijk dat onze regering goed communiceert hoe of waarop. Nou, natuurlijk, je leest heel veel, je doet onderzoek en dit vaccin is op de traditionele wijze gemaakt. Dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste. In elk geval zijn er al een beetje testen gedaan, maar al het andere is heel nieuw en daarom zijn we een beetje bang. Dat is het enige. Eigenlijk het liefst willen we niet gevaccineerd worden, maar je ziet in deze wereld, je hebt het vaccin nodig. Wil je anderen niet besmetten, wil je niet besmet raken. Je ziet hoeveel mensen eraan komen overlijden, dus we hebben een vaccin nodig. Wel, ik heb een medisch team en na goede deliberaties hebben zij medische argumenten aangegeven waarom zij adviseren om wel te vaccineren, maar dan met Sinopharm. De belangrijkste boodschap is uw arts raadplegen en dan in conclaaf met uw arts. Er is nu grotere keuze waardoor de deskundigen jou kunnen adviseren. Maar ik zou wel toch iedereen oproepen om wel te vaccineren. Het is een persoonlijke beslissing om je te laten vaccineren. Ik heb gewacht op het Sinopharm-vaccin omdat deze op een traditionele manier gemaakt is. Dat zegt voormalig voorzitter van het parlement Jennifer Geerling-Simons. Zij wijst op het belang van het vaccin. Ik heb de zaken bekeken. Ik heb lang tijd bekeken. Mijn keuze gemaakt. En nu een traditioneel vaccin beschikbaar is, heb ik dan de beslissing genomen. Het zal nodig zijn om in elk geval een belangrijk deel van die samenleving te vaccineren als preventie. Daarbij blijf ik benadrukken dat ook vroege behandeling van COVID nodig zal blijven en nodig wordt. En ik een beroep gedaan heb toch op de autoriteiten om ook daar aandacht aan te besteden. En het is niet alleen in Suriname, ook internationaal. Omdat je ziet dat ook, zelfs wanneer je gevaccineerd bent, weliswaar is de kans veel kleiner, maar is er toch een kans dat je ziek wordt. Dus de behandeling, de vroege behandeling van mensen die besmet raken, is voor mij wel een heel belangrijk ding. Maar vaccinatie is de traditionele preventie. Als er gevaccineerd is, dan krijg je sowieso minder gevallen. En dan krijg je minder druk op je gezondheidssysteem. Osodresi of geen osodresi. Het beste middel tegen COVID-19 is je te laten vaccineren. Woorden van parlementariër, tevens gewezen minister van Handel en Industrie, Stephen Chang. Ook hij heeft zijn eerste prik met het Sinopharm-vaccin gehad. Hij roept een ieder op zich te laten vaccineren. Ondertussen heb ik de osodresis, alle beta's en wat dan ook die er zijn, alle vitamines heb ik geprobeerd. En dat heeft in ieder geval mij tot zover gezond gehouden. En mocht het zijn dat het helpt of niet helpt, het helpt het lichaam. En ik denk dat wij als Surinamer alles aan moeten doen om onszelf te beschermen. Vaccinatie, denk ik, is op dit moment wel het beste, biedt het beste bescherming op dit moment. Dat is mijn persoonlijke mening. En natuurlijk is het een keuze voor iedereen. Maar ik roep toch aan ieder op om te komen vaccineren. En morgen herdenken wij in Suriname Idul Adha. Dat is het offerfeest bij de moslims. Deze dag wordt gelijkgesteld aan de zondag, wat betekent dat het een nationale vrije dag is. De overheid heeft besloten dat voor deze dag een total lockdown van kracht zal zijn. Dit ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. Minister Bronto Somohardjo geeft het belang aan van de lockdown. Nou, omdat de regering al een tijd geleden heeft besloten dat elke nationale feestdag een total lockdown is,
Puur om het feit omdat de dagen gelijk zijn gesteld aan een zondag. En een zondag heeft niks te maken met partiële gedeelte of hele lockdown. Een zondag heeft te maken met een dag vrij. Dat betekent dat er morgen 200.000 mensen niet naar het werk hoeven, waaronder 55.000 ambtenaren. En u weet, ons volk houdt ervan om bij elkaar te komen op feestdagen. En dat is logisch. We zijn een volk die warm is, we zijn een volk die van contact houdt. Maar nu is er een coronapandemie, dus wij kunnen niet toelaten dat er 200.000 mensen die niet naar het werk moeten, elkaar gaan opzoeken, families gaan opzoeken onderdeel gaan zijn van mass spreading of spreading event. We hebben het bij andere dagen gezien en ik heb gezegd, ik wil niet dat de moslimgemeenschap straks de schuld krijgt omdat er een moslimfeest is, is er mass spreading geweest en dat wil ik voorkomen. Wij moslims leren, als je één persoon redt, dan betekent alsof je de hele mensheid redt. Als je één persoon dood, betekent alsof je de hele mensheid dood. En wij willen graag als moslimgemeenschap onderdeel zijn van de oplossing. En de oplossing is één, vaccineren en twee, even niet bij elkaar komen in grote getalen. Eid al-Adha is het offerfeest bij de moslims, waarbij er rituele handelingen verricht zullen worden, zoals het slachten van koeien, maar ook het distribueren van het geslacht vlees. Maar hoe doen deze mensen tijdens de lockdown? Wij hebben toestemming gehad van de president dat het ministerie van Binnenlandse Zaken dispensatie mag verlenen voor degene die rituele handelingen moeten verrichten. Dus koeien slachten, distribueren, dat mag allemaal gebeuren. En de dispensaties zijn ondertussen al verstrekt. Het zijn er honderden geweest. De mensen willen echt deel uitmaken van de dag, maar op een verantwoorde manier. Dus mensen die rituele handelingen mogen verrichten, kunnen dat gewoon doen morgen. Vrijdag was het precies een jaar terug dat regering Santokki Brunswijk de regeermacht overnam. Niet alleen de economische crisis namen ze over, maar ook de COVID-19-crisis. Wij vroegen aan minister Somo Harjo hoe hij het afgelopen jaar als minister heeft ervaren. Nou, je zou graag willen dat je het op een andere tijdstip had overgenomen. Maar we zijn gekozen door het volk om dit land uit de crisis te helpen. Verschillende crisissen. De coronacrisis heeft natuurlijk beperkingen gebracht. We hebben met minder mensen gewerkt in shiftverband. We hebben zelfs mensen verloren hier op het ministerie. Dus we zijn uiterst voorzichtig. Maar we zullen met corona moeten blijven leven totdat er genoeg mensen zijn gevaccineerd. En tot die dag nemen wij onze maatregelen. We houden de COVID-protocollen in acht. En ik hoop dat het gauw voorbij is. Suriname bevindt zich momenteel nog steeds in de derde golf. De piek is ook nog niet bereikt. Het percentage van het aantal positieven is nog even hoog, terwijl dat onder de 10% moet zitten. Om natuurlijk te kunnen zeggen dat we uit de derde golf zijn. Ook de druk op de zorg is nog zwaar. Voor ons derde golf hebben we nu een piek gehad. En ik zal niet zeggen of we de piek hebben bereikt, want we zijn nog niet uit ons derde golf. We zijn nog steeds boven de 120 gevallen per dag, nieuwe gevallen per dag. En dat is nog steeds ruim meer dan 30 nieuwe gevallen boven de hoogste piek van de vorige golven. Dus we zijn nog in de golf. En indien we niet doorgaan met het dalen, dan is de golf niet voorbij. Want sommige mensen praten over vierde golf, maar de derde golf is nog niet voorbij. Als we weer omhoog gaan, dan is het nog steeds de derde golf. Alleen een derde golf die omlaag ging en daarna weer omhoog kan gaan. Maar laten we hopen dat we niet die richting op gaan. Maar de derde golf, we hebben een piek achter de rug. Zoals wat ik zei, rond een maand geleden, waarbij we 270 nieuwe gevallen per dag hadden. We kennen de cijfers nog van 333 en al die cijfers boven de 300, maar gemiddeld kwam het op 270 nieuwe gevallen per dag, dagelijks, hele week lang. En dat was toen we een piek hadden. En we zijn dan vanaf rond 17 juni zo langzamerhand wat gedaald. Langzaam, heel langzaam, omdat de R sinds begin april niet boven de 1,5 was. En langzaam naar beneden ging. Vooral na 28 mei is het duidelijk omlaag gegaan. Toen er wat striktere maatregelen aangekondigd werd. En uiteindelijk heeft het zich uit in een daling na
15 juni, een duidelijke daling na 15 juni, van 2,70 en nu zijn we op iets onder de 130 en laten we hopen dat we zo door blijven gaan. En we hebben onze hoop op ons vaccinatieprogramma uiteraard. En zo zijn we dan weer gekomen aan het eind van dit COVID-19 journaal voor vandaag. Houdt u er rekening mee dat we ons nu al bevinden in de totale lockdown, welke duurt tot woensdagmorgen 6 uur. Morgen is het Idul Adha. En van hieruit wil ik namens het ministerie van Volksgezondheid al onze moslimbroeders en zusters een gezegende Idul Adha toewensen. Wij gaan eruit met een boodschap van minister Bronto Somoharjo. Utambu. Ik wens iedereen een gezegend Idul Adha toe. Het is het feest van offeren. Er wordt veel van ons gevraagd. Er wordt veel van het volk gevraagd om te offeren. Dat was vroeger al zo. U kent het verhaal van profeet Abraham. Hij moest zijn zoon offeren. En hij was dat ook bereid om te doen. Uit gehoorzaamheid aan de Almachtige. Maar de Almachtige heeft toen gezegd, neem een ram, want ik zie dat je gehoorzaam aan mij bent. Laten wij ook gehoorzaam zijn nu. Gehoorzaam zijn aan de Almachtige. Gehoorzaam zijn aan de COVID-maatregelen. Want ik blijf het zeggen, het ligt in onze handen nu om terug te gaan naar het oude normaal. Als wij terug willen, dan zullen we moeten vaccineren. Als wij niet terug willen, als wij in totale lockdowns willen blijven, dan gaan wij niet vaccineren. De keuze ligt nu bij het volk.